Sten van der Blij baat samen met zijn collega Jati een restaurant uit in Eeklo. Ze hebben er bewust voor gekozen om geen extra vast personeel in dienst te nemen. Gewoonweg omdat goede werkkrachten moeilijk te vinden zijn. Mijn collega en ik zijn in de tijd begonnen met de wetenschap van kijk ja, als wij personeel willen, dan wij altijd gaan moeten zoeken. Uit ervaring van vorige zaken waar dat wij gewerkt hebben, was het enige probleem met personeel, waar vinden we het? Dat is één. En nu met corona is dat nog heel veel versterkt geworden, omdat mensen de sector gevonden hebben waar dan ze ook aan de slag kunnen, waar dan ze wel een sociaal leven kunnen hebben. En die mensen krijgen we niet meer terug. Dus het probleem voor de horeca is nog vergroot. En dat is de enige reden waarom dat wij zo werken, is omdat we niet meer kunnen rekenen op vast personeel die op een langere termijn bij ons kunnen blijven. En dat probleem hebben veel horeca-uitbaters in het Meetjesland. Bijna 1 op 3 restaurants kampt met een personeelstekort. Ten eerste zijn er heel veel weggelopen door corona, alweer corona. Dat is een reden, de arbeidsomstandigheden die soms niet optimaal zijn, dus weinig vrije tijd. Dat zijn denk ik de hoofdredenen dat de mensen weinig zin hebben om nog bij ons te komen werken. Maar het is gewoon in het algemeen dat er een enorm arbeidstekort is en dit uit hem eerst heel sterk in de horeca. Geef mij morgen 100 chefs en ze hebben overmorgen werk, dus het is echt wel een heel groot probleem. Dus dat is enorm schrijnend, we hebben het nog nooit zo erg niet geweten en we zien ook geen beterschap hierin. Dus we zien niet waar we ze moeten gaan halen, er zijn te weinig handen. Op vrijdag, zaterdag en zondag werken ze hier dikwijls met jobstudenten. Die zijn vrij makkelijk te vinden, maar zijn vaak niet bereid om elk weekend te werken, omdat ze het niet kunnen combineren met hun schoolwerk of sociaal leven. Daarbovenop maken de coronaregels het nog wat moeilijker voor de horeca-uitbaters. Omdat we ons aan de CO2-voorwaarden moeten houden, en nu met het COVID-safe-ticket, zou er in principe continu iemand de afzuiging moeten monitoren bij ons in de zaak. En ja, daarom zijn wij nu verplicht om iets minder capaciteit te draaien, omdat mijn collega dan al haar taken te gronde zou kunnen uitvoeren. Maar in C zou zij daarvoor extra mankracht nodig, extra handen nodig hebben. Maar die zijn gewoon echt niet te vinden. We zien die trend overal in Oost-Vlaanderen, dus het is overal een probleem. Zelfs in de grote steden geraken de mensen niet meer aan werk en zien we restaurants dagen sluiten, gewoon bij gebrek aan personeel. Het is duidelijk dat er snel iets moet gebeuren. De oplossingen zijn bijvoorbeeld studenten onbeperkt laten bijverdienen. Misschien dat permanent maken, dat is misschien een van de oplossingen. Proberen van nog meer mensen te activeren en ook systemen gelijk flexies misschien nog verder te gaan uitbreiden, zodanig dat het echt aantrekkelijk wordt om voor mensen iets bij te verdienen. Want ik denk dat we aan vaste werkkrachten dat bijna ondoenbaar wordt. Vooral het beroep aantrekkelijker maken. Niet meer zeggen van het is een hard beroep, het is gewoon een mooi beroep. Je moet ervoor geroepen zijn. Maar een keer dat je de stiel te pakken hebt of dat je ervan gebeten bent, dan kun je enorm veel groeien. Er zijn enorm veel mogelijkheden in de horeca. En in de keuken, mensen die gewoon een krop sla willen kuisen, het is ondertussen, ze willen direct bij de chef aan de stoven staan. Het geduld is er niet meer.